heeft als Alma College een bijzonder project opgestart. Wat kunt u daarover vertellen? Ja, een bijzonder project. Ja, het is een mooi project eigenlijk. We hebben geacht om voor onze leerlingen zomerpakketten te maken. Zomerpakketten met levensmiddelen erin. Kijk, wij zijn een school en dat is een dwarsdoorsnede van onze maatschappij. En daarin zie je gewoon dat er heel veel geluk is, maar ook heel veel verdriet. En dat betekent ook dat sommige kinderen gewoon wat minder te besteden hebben, althans de ouders. En om die kinderen in de zomermaanden ook nog een beetje te kunnen helpen, want ja, we zien ze gewoon 6 weken niet, hebben we gedacht, nou, misschien moeten we een pakket samenstellen, dat ze in ieder geval de eerste paar weken wat te eten thuis hebben. Mark Tagen, u heeft samen met Mark Tukker dit project van de zomerpakketten opgestart, ja, zeg maar als het ware. Kunt u zeggen waar een zomerpakket uit bestaat? Ja, wij hebben samen met de Koop hier hebben het pakket samengesteld. En niet alleen lekkere dingen, maar we hebben ook echt gekeken van wat heeft een gezin zoal nodig. Een pakket van ongeveer 50 euro. En we hebben daar levensmiddelen in, broodjes, pasta, olie. Dat is goed samengesteld in samenwerking met school, met de Koop en met elkaar. Lin, jij hebt ook een zomerpakket gekregen. Ja, wat vind je daarvan? Ik vind het op zich wel fijn, want ook fijn voor mijn ouders, want die hoeven er ook veel minder geld uit te geven aan boodschappen. En alles is nu ook gewoon super duur, dus wel handig en super fijn. Wat heeft jullie als scholengemeenschap besloten om dit project op te starten? Nou ja, vanuit mijn taak als coördinator gezonde school zien wij dus gewoon dat er heel veel kinderen op school komen die weinig te eten hebben. Dus we zijn toen begonnen met een schoolontbijt. Ja, we zien ook dat er gewoon toch wel armoede is. Alles is duurder geworden. En zo proberen we school toch te helpen. Nou, we hebben gekeken waar kunnen we budget vandaan krijgen. Hoe ziet dat eruit? Nou, in samenwerking met het Stichting Jeugdeducatiefonds, het Rode Kruis en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben we het voor elkaar kunnen krijgen dat we in ieder geval een budget hadden voor al onze leerlingen. Hoe is de reactie van leerlingen en eventueel ouders tot nu toe? Ja, misschien hoor je het zelf al om je heen. Het is geweldig. Ouders waren hier vanmorgen al pakketten ophalen. Er staan files met auto's voor om de pakketten mee te krijgen. Want het zijn natuurlijk wel grote pakketten. Dus iedereen is enthousiast. En ze gaan met hun rapport een tas vol eten ter waarde van 50 euro gaan ze de vakantie in. Kinderen blij, ouders blij en docenten. Ook blij. Je bent niet de enige leerling die een zomerpakket heeft gekregen. Hoe zijn de reacties van de leerlingen meestal? Het was een beetje van een zomerpakket en gewoon dat het een beetje apart was in het begin. Maar ik bedoel, ja, het is wel op zich wel handig. Alleen, want het is wel heel zwaar, dus je moet wel echt met de auto komen. Ja. Maar dat had ze ook al wel aangegeven. Volgend jaar weer een zomerpakketactie? Ja, ik hoop dat daar geld beschikbaar voor is. En dan willen wij daar onze uren zeker in steken. Hoe zullen ze thuis reageren als je met zo'n groot pakket aan levensmiddelen thuis komt? Ja, ik denk wel heel blij en heel fijn. En dan denk ik ook wel dat ze zouden denken van, oh, dat heeft de school wel goed gedaan. Het zou eigenlijk niet mogelijk moeten zijn, hè, in deze tijd. Nee, het is heel jammer. Wij zien kinderen op school die hier komen zonder ontbijt gaat te hebben. Geen lunch mee. Dus het mooie is dat wij dit jaar echt voor elke leerling op woensdag een schoolontbijt hadden. Dat ze elke dag fruit kunnen pakken. Appels, bananen en mandarijnen. En ja, je ziet dat het echt nodig is voor een gedeelte van onze leerlingen. Maak je ook een beetje blij? Jawel hoor, ja. Hopelijk zitten er nog een beetje lekkere dingen in. Dan, ja.